Hallo, ik ben de Messer en welkom terug bij het HR3.0. Mambe is vandaag niet bij, helaas. Hoe? Hoe? Hoe dan? Hoe? Hoe? Nou, we zijn weer even verder gegaan. Hoe? Hoe? De teleport... Hoe? De teleporter gaat goed. Hoe? Hier is een teleporter en die gaat naar ons huis. Maar deze, die gaat hier naartoe. Oh ja, daar is Mambe met zijn mooie... Zijn mooie masker daar zo. Hoe? Kijk, die komt dan zeg maar hieruit. Mask. En nou, dan wou ik eigenlijk nog teleport naar de jungle of zo doen. Maar ik dacht, ik zag iets op het internet en dat wou ik hebben, want drankjes zijn eigenlijk heel goed. Ik ga hier een soort potion farm maken. Wat het nou precies inhoudt op dit vliegende eiland. Ik ga een groot. Een man ben je weet trouwens ook nog niet. Ik ga een grote soort. Structuur bouwen waar allemaal dirt met zaadjes op komt. Dan heb ik dat gaat allemaal op een rij. En vervolgens moet ik een dart trap aan de linker of aan de rechterkant hebben. Dan hou ik die hendel over van de dart trap als alles klaar is. Dan hebben we conveyor belts nodig, zodat de conveyor belts al het zaadjes en alle zaadjes en de plantjes naar één plek brengt. En zo hebben wij heel veel. Potions. Het is natuurlijk niet heel interessant om te zien. Want, kom maar. Welkom bij de tutorial. Nee hoor. Ik heb dit net even vlak gemaakt, vandaar dat er allemaal een troep ligt. Ik weet niet eens of dit is volgens mij nog steeds muur, juist. Mijn inventaris zit strontvol. En hoe kom ik nou ineens aan 18? Shit vol. Dus, nou ja, dat was mijn ideetje. Glas. Ja, maar moet je dan ook glas hebben? Of? Ik heb glas in mijn inventaris, dus glaswal. Laat maar. Nee. En heel veel zand. Oh nee, is dat zand? Nee, dat is sunplate blok. Nee, we kunnen ook glazen platformen maken, man. Ho. En een terrarium. Ja, terrarium, daar zit dat vriendelijke konijntje in, hè? Glass bottle. En Mambe heeft een soort mooi ijsstafje. Die ik gebruikt heb om hier naar boven te komen. Hoe komt een hand en armor nou ineens hierboven? Hé, hey, ik heb 108 bottles gemaakt. Oh, oeh. En ik heb 108. Hier 108! En ik heb hier een Demonic Crystal Serpent. Die heb ik opgewist. En dat is een heel mooi wapen. Dat is 46 damage. En zeg maar, als je schiet, als die op iets kaatst. Dan komen er nog kleine bubbeltjes van iets. En een harp. En ik heb een nieuwe yo-yo. En vindt hij uit een wapen? We zijn meer alleen maar een beetje aan het bouwen en andere dingen, maar misschien laat ik deze episode. Hoezo vindt hij uit hem? Even kijken hoor, want ik heb natuurlijk nu conveyor belts nodig en ik weet even niet meer wie conveyor belts verkoopt. Ah shit, verdomme. De conveyor belts die verkoopt volgens mij ons grote vriendin Ellen. Nee, dat verkoop jij niet. Sorry Ellen. Dan. Kan het maar één iemand zijn, en dat is... Moet dat opzoeken. Hoe heet je? Whitney! Oh, Whitney. Show me some gears. Yes. Ah, kijk. Conveyor belt. En ze heeft nog een andere rare special crafting dingen. Used to craft opzet Blend-O-Matic, Steampunker Boiler en Flash Cloning Vet. Dat lijkt me erg bijzonder. Dat je jezelf kan klonen ofzo, maar dat komen we later nog bij. Ik heb nu de conveyor belts nodig. Dan moet ik heel even kijken hoe dat nou precies staat met die conveyor belt, want ik heb een klein plaatje gezien. Maar ik weet even niet meer hoe dat zit met die... Oh, wat nou? Ja, we hebben net een gat, verdorie. Hey man, ik heb een heel rare item gekregen. Ik negeer die goblin army. Wat heb je? Waar ben je? Ja, ik ben helemaal boven in het huis. Ik ben even iets aan het opzoeken. Oh shit. We kunnen je nog niet zien, je moet even bij de goblin staan of op het dak of zo, dat kunnen we zien. Ja, maar ik zie hem verkeerd. Hey. Ah, daar is hij. Wat heb je? Oh nee, niet dat ding. Ja, 1% kans. Ja, 1% kans, wie weet dat we die al hadden. Echt? Ja. Oh. Ja, 2% kans dus. Goed, eens even kijken, hoe heeft deze man het gedaan? Oh. Oh. Kom jij even met mij mee op die teleporter? Ellen, kom! Ellen, ik moet weer praten. Hup! Zo. Nee, en de painter en de gunsmith zijn ook meegekomen. Prima.
Nee, kijk, ik heb heel veel van die accurators nodig, want ik moet als het ware... Je ziet trouwens heel de... Wat ben je nou allemaal als het aan het praten we wel over? Ik heb van die dingetje nodig. Nee, met alles met... Van ik die mechanical dingen aan doen. Ja, vind ik leuk. Deze dingen, zoals jullie misschien wel weten wat ik met die val heb gemaakt, deze die gooien de blokjes naar achter, zeg maar, dat alles doorheen kan vallen. Wat dus de bedoeling is, je zet eerst een rij met blokken, met waar de zaadjes op groeien. Dan de conveyorbelt eronder, maakt niet uit welke kant of je nou in de rest gaat. Wat zijn conveyorbelts? Lopende banden. Die laat je naar links, tenminste dat is mijn keuze, gaan. Maar ja, dan denk je van, ja, maar als die zaadjes erop liggen en zo, dan komt het nog niet op een conveyorbelt. Nou, daar zijn die accurators nog wat dingetjes voor. Die halen die blokjes weg, zodat de zaadjes en zo er weer opvallen. Conveyorbelt, hoppa. Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. Ja, maar zaadjes, dan moet je die allemaal met minuut toch zelf al die dingen gaan harvesten? Nee, daar hebben we de dart trap voor, zoals ik al zei. De dart trap, die geven een switch, die pijl die gaat schieten door over heel die zaadjes en de zaadjes en de plantjes van. Maar die gaan er toch niet af? Die vallen eraf. Oh. Dus ja, dat hebben we eigenlijk nodig, vooral hoes. Oké, ik laat jullie dit wel even zien. Ik loop er zo in. Kijk, dat gaat hup hier naartoe. Goed, hé. Heel makkelijk dit. Oh, oh jee. Hallo. Oh, ja, dan ga jij weer. Je neemt heel veel mee. Ja, dat mag. Even Goblin Thief Cannon. Nee, de paint is nu helemaal in... Oh, dat valt best mee hoe jullie conveyorbelt zijn. Gast! Oh, de painter is de dungeon ingegaan. Echt joh, wat doe je hier? Hij kan niet helpen hoor. Wat doet hij? Ja, daar ga ik! Zo'n dungeon in. Hij had er zin in. Waarom is heel die Goblin Army hier ook nog? Ja, die volgt je als het ware. In principe. In principe. Hey, water. Ah joh. Ah, daar is water. Nee, die stomme heksje komt achter me aan hier naar boven op het eiland. Heb ik dan ook meteen 108 blokjes? Hoppelop. Ah shit. Oh ja, wacht, je moest in het water gaan staan en dan bottels met water maken. Hoppelop. Nou, 108 bottels met water. Nou, en 60 holy water. Ja, ze is gewoon mee hier naar boven gekomen. Naar het ah joh, hoppelop. Hier, kijk. En dat doet dan ook nog schade. Oh! Yo, tijd. Kijk, dit gaat een stukje sneller. Moet je gewoon die holy water maken. Holy water. Aanpakken. Kijk, dan spreidt het snel. Man, dat is hartstikke fijn dit. Wat harpy. Dit is echt fijn. Hoppa. Oeh! Dit had ik in mijn Traia 2.0 serie, die liet die heks ook vallen. Heel fijn wapen. Ja, maar dat is een heel fijn wapen. Ja, dat is nog steeds heel prettig hoor. Hoi. Hoi. In principe. Dat is ook zo'n... Kijk! Zo'n gooimesje. Sneeuwman! Hé, dat is ook zo'n gooimesje. Maar dan beter, vind ik. Pearl Sand Block. En wat hè? Ook zo'n soort... Weet je wel, dat goudmesje had ik gevonden van de Mimic? Dat ik zo kon blijven gooien. Ja? En nu heb ik een soort demonisch mesje. Oh. Het werkt hetzelfde. Maar ik vond hem zelf beter. Ding is, hè? Inflict Shadow Flame on hit, hoes. Hoe heet dat? Verhallowed de dinges. Desert en zand, dat lijkt echt net. Lijkt het spook weer? Dat lijkt echt net. Sneeuw. Sneeuw. Als ik nou cactus wil halen, wat voor cactus die? Oh, dan krijg je gewoon wel cactus. Cacti. Hoes. Yes! Ik heb het ding gekregen. Dat ging snel. En eigenlijk moeten we dan ook nog een teleport hier naartoe hebben. Maar dat kan ook wel eventjes wachten, want ik merk dat ik nu naar boven ben gegaan hier. Maar dat is nog niet de bedoeling, in principe. Want ik moet eerst nog even... Ah! Hé, ik heb mechanical worm gekregen. Jij ook alweer. Ik ga snel naar mijn, want ik heb gewoon steen nodig. Hallo, ga jij bij me mee dan? Maar wat kunnen we hier over?
Zo. Daar zijn we weer. Wat? Moet ik, oh. Hosje, Pietje, ik moet even dat ideetje weer. Oh, juist, ja. Oh, leuk, hé. Dat ga ik maken. Zo werkt dat. In plaats van dat andere stomme ding. Juist. Ik heb al iets. God. Ja, ik zeg wel, dat ga ik maken. Van wie krijg ik een Soul of Might? Oh, ja. Dit is de Soul, ja. Dit is de hoorje. Nou, als we die even twee keer verslaan, dan kunnen we hem wel maken. Ja, maar... Daarom hebben we dus veel potions nodig. Bijvoorbeeld Iron Skin potions. Dat is hartstikke goed, man. Mm-hmm. Dat klopt heel sarcastisch. Dat is hartstikke goed, man. Maar dat is helemaal niet goed. Niet goed? Hoezo niet? Ja. Ik ben toch niet gek, zie je? Ja, dat wel. Even terzijde. Even te zien. Precies. Zo. Dan kan ik een beetje hoger bouwen. Wat bouwen? Een ferm. Nee, Ivan. Ga dood nu. Het doel is dus. Spin. Pak hem. Spin. Zo'n hekel aan leven. Oh, dat is niet gezond meer. Ah. Wie had even bedacht, joh, van die levens? Tijdens bloedmaan? Zeker. Ze zien er zo lief uit, die levens. Nee, dat zijn ze niet. Ze zijn gewoon grote bastards. Die jou het leven zuur willen maken. Heel zuur. Is dat een zuur snoepje? Nou, twee keer zo zuur. In je face. In your face. Yeah. En dan bedoel ik mee een yo-yo in jouw face. Nou, is die bloem maar voorbij? Ik kon normaal kunnen werken. Dory. Goed. Nee, dat meen je niet. Ik word er zot van. Echt allemaal verdrietig van. Katie, help me. Oh! Oh nee! 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 Zo, er zat een wever in ons huis. Ja, hoor, auw, joh! Wat nou weer? Ja, weet ik niet hoe die steeds mij volgt.
Ja, die komt er gewoon achter jou aan, maar wat doe jij dan hier? Ja, hier, ben je dood. Porsche Pietje, man. Ja, voordat ik al uit huis ben, dan ben ik weer mijn hand leeg. Maar... Ja, daarom. Stomme bloed, man, was jij daar? Nou mensen, dit is een heel mooi papiertje, daar kan je heel snel draadjes mee plaatsen en dat soort dingen. Dit is een heel mooi papiertje. Heel mooi papiertje. Echt abnormaal mooi. Kijk. En dan doen we de farm... dan doen we de farm met groene draden besmeuren. Wil jij niet feest? Sorry. Nah! Oh, Beven. Dacht dat ik er vanaf was. Komt u weer met zijn blije bakkers, hallo. Bastard. Bastard, beest. Ik vind dat zo leuk, hè, bouwen in de lucht. Maar niet op deze manier. Het is gewoon echt om abnormaal verdriet te vonden. Hier, Death by Music. Zo. Ik vind zo weinig van mij, hè? Goed. Dan gaan we dat nu plaatsen. Hoppa. En dat hebben wij dan uiteindelijk. We gaan het apart doen, dat we niet op één hendel alle zaadjes erbij krijgen. Want we willen misschien wel eens een keer een specifiek ding. Dus... Wat we dan als het ware doen. Nee, in principe. Dan zetten wij hier. Ja, ik probeer uit te leggen, maar dat lukt niet meer. Zetten wij hier bijvoorbeeld even twee houtblokjes neer. Heel mooi. Ik moet echt even een deurkist hebben. Of drie. Kist, juist. We hebben al kist. Dus ik even boven neer. Ja, dus. We hebben eigenlijk een switch nodig, maar die heb ik nu even niet. Verdorie! Je wil merken. En een dart trap. Nou, dan moet ik even kopen. Hallo, Ellen. Hallo. We hebben even wat kleine lichtswitches nodig van u. Van jou. Zo. Ik ga maar even een beetje aan het huis werken, denk ik. Dat moet ik wel. En dan, hoes. En dan moet ik even naar de dungeon om... Dit is even mijn deurkist hoor, die helemaal hier zo staat. Want anders moet ik weer anders uitzoeken en dat is ook straks weer nodig. Nou, wat? Broers gaan met me mee. Even kijken, ik moet... Heb jij een klok laten vallen? Een wat? Een klok. Een klok? Oh, nou niet dus. Een teel. Heb jij een klok laten vallen? Ik dacht dat jij, want het lag hier in deze klok. Ja, maar hoe moet ik nou met een fast klok? Hoe moet ik nou met een klok? Daar kan je de plan mee maken. De wat? De plan. En dat doet? Immunity yes. To slow and confusion. Oh, is. Ja. Maar dan willen wij. Hier. Haha. Ik heb nog maar één dart trap gevonden. Oh, twee. Ja, ik ging even verder doen. Hey, met een dungeon, hè? Dat was eerst een hel van een plek om te zijn. Maar jij was dan niet in de dungeon? Jawel. Voor? Dart traps. Ja, dat is een... Anders moet ik door heel de mijn gaan ronddwalen om te hopen dat ik er één tegenkom. Hier weet ik sowieso dat ze al zitten. Dat is waar. Was maar. Zeg maar, Mamber. Dat is helemaal niet waar. Mamber! Mamber, verdorie, je klier! Klier. Sorry, dat was ik niet. Even kijken. Hoes! Oh ja, ik moet dan dingen maken natuurlijk. Ik heb er twee gevonden. Twee. Ah, nou, nummer 3 en 4.
zijn twee stuks bij elkaar. Ik vind dat easy. Dan kunnen we nu wel even terug, denk ik. Dan heb ik nog iets. Kijk nou, junglekist. Hè? Ik heb dat nog niet zo gemaakt. Nou, wel. Wat gaan we laten leren? Oh. Ben ik dan een trio? Oh, hallo. Lekker aan bouwen. Ik ben wel lekker bezig. Hey, goh. Sorry. Ja, dan zie ik al die bedrading, dan zie ik niet dat dat dicht is. Of open. Ik val zo erin. Even kijken, heb ik alles wat ik bij of nodig had? Bij. Nog even wat zaadjes meenemen. Ik heb zaad. Dit is ook open zeker. Ja hoor. Dikke doos. En allemaal niet opharden. Wat ben je dan voor een klier? Dan hoop dat klier. Zo. Gefixt. Sorry. Sorry. Eens even kijken. Wat? Mooi zo. Soul of Flight, waarom ligt dat ineens in het huis? Ja, ik zei toch dat er een wever een. Hoe heet hij nou? Chanterelle? Chanterelle. Chique name. Compliment voor de ouders, hoes. Ja, geen ouders. Oh, sorry. Wevern, het box er blij van, heel goed. Wevern. Abnormaal blij van. Wat doe je dan ook? Wat doe je dan ook? Dat is iets te veel, maar goed, ik heb 350 calls kan ik dan maken. Nou, als dat niet genoeg is. Nee, is niet genoeg. Nee, dat denk ik. En ik moet dan explosieven hebben. 350 gedeeld door 50. Man, explosieven. 50, 100. 200. Nee, gaan we dit weer krijgen? 10. 315. 350. Hé, hey, okay. 10. 15. 15. Waar maakt het ook een middenaan veel zeker? Maar ja, maakt eigenlijk echt niet uit. Nou, de. Datje. Koekoek aan. Datje. Hoe maakt hij dat nou? Moet ik het wel niet vergeten? Zo, ik heb binnen pretje. Workbench. Hey, ik heb binnen een beetje, sorry. Binnenpeetje. Datje. Wat was dat ook alweer? Ja, weet ik niet, maar ik denk erin. Klinkt al ineens weer zo dom. Datje. Ja, dat denk ik niet. Datje. Wat dan niet, tekken? Nee, zo? Ja, dat denk ik. Oh, jawel. Goed. Een pekanboot in de bakken stoppen, daar word ik vast vrolijk van. Karijtaart. Ik heb. Doe maar een stoer, verdorie. Ja, dat is helemaal niet moeilijk. Ah! Zet PvP is aan, nee. Want... Dan zul je zien wat moeilijk is. Helemaal niet. Nee. Zo. Moet je niet eens elke keer die deur open laten staan? Moet je eens niet... Stil. Datje. Mooi hoor. Nou, ziet er ook niet uit dit, verdorie. Wat? Niks. Niets. Kijk, dit is beter. Dus, eens even test, eten erin. Even dingen uit beeld halen. Ah, kijk eens, dat werkt en prima. En dan toorts op tafel. Auw! Ja, dat werkt ook. Ik dacht even de dart erin bij me weer. Je staat er zo voor. Hij werkt. Goed. Even die grafstenen weghalen, want dat... Dat. En dan moeten we deze planten... Ik zeg deze plant. Ah!
Kok, verdorie. Ik zet verdorie dat stomme zaadje in en ik boor hem gelijk weg. Nu heb ik geen zaadjes meer. Hoezo boor hem gelijk? Dan heb je toch weer een zaadje? Ja, nou, hou maar op. Dan heb je toch weer een zaadje? Nee. Hè? Het is gewoon een kapot stuk dan. Ja, maar hoe wil je dat dan doen met darttraps? Dan gaan ze toch ook kapot? Nee. Nou, dan moeten ze volgegroeid zijn. Dan doe je dat dus niet slim. Nee. Ik heb het alweer gezien. Je hebt het alweer gehoord. Hoe kom jij dan vandaan? Boos. Hé, hey, wat heb jij nou weer gedaan? Kies niet neergezet. Dat, man, dat heb ik net gezegd. Dat heb ik net gezegd. Wat doen. Erin zat. Moet je niet doen, hè. Mag niet. Ik zei, dat is even mijn rommelspul. Ja, maar ik luister niet. Het is echt mijn rommelspulkist, want als ik dat allemaal weer moet gaan uitsorteren en daarna allemaal weer moet gaan pakken, dan heb ik straks weer nodig. Oh. Alleen mijn inventaris staat al vol. En daarom. Oh ja, dat ga ik doen. Nou, heb ik luister! Alsjeblieft. Want daar word ik nou niet vol. Rottap! Moet gewoon, ik ga beneden weer heen, want het is dooi, want het heet ervan, het is stomme spel. Stom spel, verwijderen. Nee, stom spul, maar in het begin ging het goed. Alleen dan moet je dat trapje ook weer nabouwen aan de andere kant. Oh, wow. En dan ziet het er niet OCD-symmetrisch uit. En dat wil ik wel. OCD-symmetrisch? Ja. Kijk, als het hier naar boven gaat, dan is het verkeerd. Gadverdee. Juist. 1 omhoog of 2 omhoog? Wie doet dit? 2 omhoog? Oh, 2 recht? Wat? 2 omhoog? Ja, nee, je wordt echt verdrietig van. En daarom... 2 recht? Man, die wordt echt... omhoog? 1 recht? Die wordt echt heel verdrietig van wat hier nou juist is gebeurd, zeg. Gast, het komt niet! Ik zit verdorie zaadjes te planten daar. Loop mijn, spin over die zaadjes heen, is al weer weg. Dan ga ik weer naar de hel. Stomme spin. Nou, nogmaals, wat hier de bedoeling is, dit gaat groeien. En dan vuren we de darttrap erop af. En dan krijgen we zaadjes. En zo ga ik mezelf verder bouwen met allemaal andere dingetjes, zeg maar. Dus ja, goed. Beste mensen, heb je het leuk vonden. Doe een stukje duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer. Even op zet mijn namens mijn winst. En de beschrijving zien. Ben je vast. Moet hem wel editen al. Ja, zie je doorgaan de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor. We moeten wel nog van alles aan vast. Ja. Mensen. Goed. Dag hoor.